Ja, voorzitter, dank u wel. Het CIZ maakt meer fouten dan dat het meldt. Zij schermen met een succespercentage van 98%, terwijl zelf gemeld 70 à 80% van de aanvragen uit onderzoek blijkt dat dat gebaseerd is op goed onderzoek. Gênant dat zij met zo'n succespercentage lopen te schermen. Het is ook niet bekend hoeveel mensen onterecht niet de zorg kregen die ze nodig hebben en waar zij wel recht op zouden hebben gehad. De gevolgen van deze fouten kunnen voor mensen heel groot zijn. Wat betekent het voor, ik noem maar, een dementiepatiënt die nu niet de juiste zorg krijgt? Of een kind met een levenslange beperking die nu de juiste begeleiding mist? Bovendien weigert het CIZ, naar aanleiding van het onderzoek van Investico, Trouw, Groen Amsterdammer en Argos, om dit verder uit te zoeken. Sinds wanneer is de minister op de hoogte van problemen bij het CIZ? En sinds wanneer is de minister op de hoogte van het feit dat mensen dus onterecht geen zorg krijgen? Wat vindt de minister van deze handelswijze? Hoeveel mensen hebben een onterechte beslissing van het CIZ gekregen? Graag een concreet antwoord. Waar kunnen mensen nu terecht die denken een onterechte beslissing van het CIZ te hebben gekregen? Want wat blijkt is dat mensen ook niet snel in bezwaar zullen gaan. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat het CIZ zich aan de wet houdt en precies wordt uitgezocht wie een onterechte beslissing van het CIZ heeft gekregen en dit ook wordt gecorrigeerd en de Kamer daar heel concreet over informeert? Dit voor nu, voorzitter. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de vraag van de heer Mohandes. Op de eerste plaats, de artikelen in de Groene Amsterdammer, in Trouw en ook de ratio-uitzending zijn inderdaad zeer kritisch over het handelen. En ik betreur het als daar in individuele gevallen fouten in het indicatieproces zijn gemaakt. Uitgangspunt voor mij is dat mensen passende zorg krijgen en dat dat voorop staat, ongeacht of dat overigens de WMO, de WLZ of de jeugdwet is. En de onafhankelijke indicatiestelling die het CIZ als poortwet uitvoert voor de WLZ is een meerwaarde. Dat geeft een meerwaarde. En in het artikel werd gezegd iets over budgetten, maar laat duidelijk zijn dat het CIZ toetst op wettelijk vastgestelde toegangscriteria voor de WLZ, maar dat ze geen budgetten toekennen, want dat is namelijk de taak van het zorgkantoor. Ik vond het belangrijk om dat even bij te stellen, voorzitter. Het klopt wat de heer Mohandes zegt, dat het CIZ in zwaar weer verkeert. Dat komt onder andere door een toename van de aantal indicatievragen, ook een persisterend hoog ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt. Ik heb de Kamer daar al over geïnformeerd, mijn voorganger, in 2021. Dus ik weet dit vanaf het start van mijn periode in ieder geval en ook het afgelopen jaar in brieven op 17 oktober en ook gisteren nog. Ik ben intensief in gesprek met het CIZ, zeg ik tegen de heer Mohandes via uw voorzitter. Zij rapporteren iedere twee weken aan mij en de signalen uit het onderzoek van Investicode worden daarin meegenomen. En as we speak is ambtelijk ook in gesprek met het CIZ over deze materie. Waar het de meetmethode van de kwaliteit van de besluiten betreft, neem ik dat uiteraard ook mee. Daarvan is het misschien wel goed om te beseffen dat De meetmethode, ik zeg maar, de uitdraai van de dossiers die bekeken worden door de computer wordt gedaan. Daar vallen er een aantal uit. Dat is eigenlijk de set waarmee het CIZ begint. Daar vallen een aantal uit omdat het dossier niet volledig is. Dat is niet goed, maar dat is iets wat echt moet worden bijgesteld, dat die dossiers compleet zijn. Maar het is niet zo dat het CIZ niet transparant daarover is, niet naar mij toe en ook niet in haar rapportage. Maar we zijn aan het bezien hoe zij dat percentage dichter bij het succespercentage kunnen krijgen. Dus over de set waar de dossiers wel compleet zijn, daar zit het succespercentage van die 98% op. Maar in de, zeg maar, de bruto set die ze gaan bekijken, daar zit een onzorgvuldigheid in de dossiers waardoor ze eruit vallen. Dat vind ik ook zorgelijk, dat deel ik helemaal met de heer Mohandes. Maar dat wordt open aan tafel besproken en het is zeker de bedoeling om dat te repareren. Ik herken dus niet wat de heer Mohandes zegt, dat het CIZ weigert om dat verder uit te zoeken. Want dat zijn ze aan het doen en ze zijn ook bezig om dus de dossiers op orde te krijgen en dus ook te zorgen dat de steekproef op de dossiers achteraf
echt complete dossiers behelst. Misschien ook goed om te vermelden dat het CZ ook een steekproef vooraf doet. Het CZ heeft 3 procedures. De spoedprocedure binnen 1-2 weken, de crisisprocedure binnen 48 uur en de procedure binnen 6 weken. Daar zit ook een reviewprocedure op waarbij 10% aan de voorkant wordt beoordeeld door een tweede beoordelaar. En voordat dus het besluit de deur uitgaat. Dus dat is een van de kwaliteitscriteria die ook door het CZ wordt gehanteerd. Heer Mohandes. Ja, voorzitter, het is toch best wel gênant als de minister het zelf heeft over 98%. Zou je meer, het is meer een bruto geheel waar dan 98% dat duidt dan op de successen. Ik vind het allemaal niet te volgen voor een gemiddeld iemand bij wie nu het dossier onvolledig blijkt en hij of zij de zorg niet krijgt. En wat ik in het, ik bedoel, ik ben blij dat de minister enigszins begaan is met dit vraagstuk, maar ik mis nog gewoon een heel concreet antwoord op de vraag: gaat de minister ervoor zorgen dat al die mensen die nu wellicht onterecht hun zorg niet hebben gekregen, dat wordt hersteld? Het kan om duizenden mensen gaan. Kinderen met een levenslange beperking, mensen met een chronische ziekte. Ja, dat antwoord blijft nu uit. Staat de minister daarvoor en gaat ze alles op alles zetten om die mensen in ieder geval gerust te stellen, die nu ook naar dit debat kijken en zeggen: nou, we gaan ervoor zorgen dat hun dossier opnieuw wordt bekeken, volledig wordt gemaakt, en als ze dan recht hebben op zorg, dat ze die zorg ook krijgen. Dat is eigenlijk wat ik ook concreet van de minister vraag. Dus kan zij garanderen dat deze mensen alsnog hun zorg krijgen? En kan de minister toezeggen dat de Kamer voor het kerstreces hoort hoe dit wordt aangepakt? Gewoon heel uitvoerig, in aantallen, zodat we een beetje grip krijgen op wat er hier is misgegaan en hoe dit wordt rechtgezet. Graag een concreet antwoord. De minister. Ja, voorzitter, ik probeer juist de heer Mohandes concreet te antwoorden, want ik vind dit ook belangrijk, hè? Dus dat deze mensen inderdaad de zorg krijgen. Nogmaals, voor zover ik kan beoordelen en het CIZ ook beoordeelt, heeft het percentage, dat lagere percentage, eigenlijk te maken met de navolgbaarheid van die besluiten, maar niet zozeer dat er verkeerde besluiten zijn genomen. En die kwaliteitscontrole doen zij zowel vooraf als achteraf. Is het goed dat dossiers niet kunnen worden betrokken die uit de steekproef komen, die worden aangeleverd daarvoor, omdat de dossiers niet compleet zijn? Nee, daar ga ik volledig met u mee. Die dossiers moeten zo compleet mogelijk zijn, omdat het heel erg van belang is dat het ook een goed besluit is en dat de mensen inderdaad recht hebben op die WLZ. Heb ik nu aanwijzingen dat dat onvoldoende zo is? Dan kijk ik ook even naar bijvoorbeeld een reactie van Iederin, die ook heeft gezegd dat als het gaat om de gehandicaptenzorg, dat zij geen signalen hebben van fouten. Dus wat dat eigenlijk steunend is eigenlijk aan de conclusie dat het niet zo groot is als de heer Mohandes doet voorkomen. Is het zorgelijk dat deze onduidelijkheid er is? Ja. Dus ben ik bezig om dat met het CZ te pakken. En dat doe ik dus 2 wekelijks. Heb ik met het CZ gesprekken over hun voortgang. Waarbij we kijken naar ziekteverzuim. Dus alle kwaliteitscriteria, de klanttevredenheid, die overigens boven een 8 is. En ook naar de geïnitieerde en de afgehandelde trajecten. Dus dat zal ik erin betrekken. Ik kan niet voor het kerstreces toezeggen dat iedereen die meent dat er een verkeerde indicatiestelling is geweest, dat ik die nog een keer in beeld heb. Maar ik zal dit heel nadrukkelijk meenemen. Ik kan u wel toezeggen, want ik heb u over deze materie ook 17 oktober en ook gisteren geïnformeerd, dat ik voor 1 maart een nieuwe informatiebrief zal sturen waar ik heel nadrukkelijk ook hierop inga. Ja, Mohandes. Ja, voorzitter, kijk, waar het om gaat is, en dat dank voor de toezeggingen, maar waar het in essentie om gaat, is dat er een groep is waarvan we niet precies weten hoe groot die is. 5, 6, 7, 8.000. Maar wat ons betreft elk één te veel, waarvan niet helder is hoe we ervoor gaan zorgen dat als zij nu geen bezwaar maken, want waar kunnen zij nu terecht als zij het gevoel hebben dat dit is afgewezen terwijl het onterecht is?
En gaat het CZ die alle informatie heeft? Die hebben al die informatie om te kijken van... hey, kennelijk kan het ergens mis zijn gegaan. Hoe zorgen we ervoor dat we die mensen benaderen? Dat we ze de juiste zorg gaan geven? Het heeft namelijk levenslange impact. Het gaat om keuzes die voor deze mensen... een levenslange beperking zegt alles. Dus op het moment dat het nu wordt afgewezen, heeft dat enorme gevolgen. Dus ik mis een beetje van, als het is misgegaan, dan ga ik daarvoor staan en dan zorg ik ervoor dat al die mensen alsnog worden bereikt met het CIZ samen. Ik voel me daar als minister voor verantwoordelijk en ik ga ervoor. Ik mis dat in het antwoord en in maart weten we nog steeds niet om hoe groot de groep zou zijn geweest. Graag een reactie. Wel, meneer Mahandes, de minister. Ik zou eerder zeggen, het is vanzelfsprekend dat ik me daar verantwoordelijk voor voel en dat ik daar met het CIZ ook induik. Dat gebeurt as we speak in het gesprek, omdat ik hier sta met de ambtenaren binnen VWS. Dus dat betrekken we erin. We betrekken daar ook het rapport van Investico in. En u kunt ervan op aangaan, en dat doe ik nu ook al 2 wekelijks, dat ik daar bovenop zit om te zorgen dat we dit verbeteren. Als het gaat om expliciet de 6.000-7.000 inschatting, zoals u dat nu zegt, dat moet ik van het CIZ ook weten. En dan gaat het er inderdaad om dat die mensen ook daadwerkelijk ervan uit kunnen gaan als ze een indicatie verdienen, als je het zo mag zeggen, dat ze die ook krijgen. Ja, natuurlijk moet die casuïstiek worden nagelopen en moeten we dat ook gezwind doen. Maar dat gesprek, nogmaals, vindt op dit moment plaats. Dank u wel.